Yo gasten, Gameboys hier, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag laat ik mijn top 10 knakkers zien in Brawl Stars die ik persoonlijk het chills vind spelen. Dat is op dit moment, zeg maar, dat moeten jullie wel bedenken. Het is natuurlijk nog niet dat ik alle knakkers heb vrijgespeeld, dus ik heb nog niet met alle knakkers gespeeld. Maar met de beginnen knakkers, zeg maar, die je in het begin een beetje kan krijgen, laat ik gewoon mijn top 3 zien. Ik heb deze knakkers heb ik nu allemaal. Hoeveel zijn dat er in totaal? Ik zie de 9, 11 knakkers heb ik in totaal. En van deze knakkers die hier allemaal staan, laat ik mijn top 3 zien. En op nummertje 3 staat de Bull. Dat is namelijk deze kerel. Hij is behoorlijk sterk. Het is vooral voor dichtbij is hij erg overpowered. En we gaan met elke knakker gaan we dan ook even spelen. En dan laat ik ook zien in welke game mode ze sterk zijn. Want elke knakker heeft in een verschillende game mode ook weer zijn goede kanten en slechte kanten, zeg maar. Dus dat gaan we een beetje bekijken in deze video. En als jullie er zin in hebben, smash allemaal dat duimpje omhoog. 1000 likes. Geen idee of het gaat lukken. Het zou heel nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En mocht je zelf trouwens ook een goed idee hebben voor een Brawl Stars video, laat het even weten beneden in de comments. En misschien dat ik dat kan gebruiken voor een eventuele volgende video. Maar voor de boel, welke game mode daar heel goed voor is, is de Showdown. Want daarmee, in die game mode moet je natuurlijk zo lang mogelijk blijven overleven. En de Bull is gewoon een sterke kaart. Is heel sterk van dichtbij. En in Showdown kan je dan verschuilen in bosjes en dan als iemand langs komt lopen, baf, 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 schieten en dan heb je zo iemand neer. Voor edelstenen graai is hij wat minder. En bijvoorbeeld voor premium ook. Hij kan er op zich wel aan werken. Maar dan vecht je meestal iets meer op afstand. En dan ben je gewoon iets minder sterk. Dus voor Showdown is de Bull het allerbeste. Dus we gaan even één Showdown potje spelen. En dan hoop ik dat ik even aan jullie kan laten zien dat, waarom die zo goed is. En dat we ook meteen de victory halen. Dan hoop ik dat dit potje even goed gaat. Hier ligt de kist. Gaan we die even openen. Dan kunnen we deze krijgen. Ik zie dat daar nog een kist ligt. Dan gaan we die even proberen te stelen van die kerel. Kom op. Even. Ja, oké, nice. Dan heb ik die. En hij is ook bijna dood, die kerel. Ah, weet je wat? Laat hem maar mooi zijn gang gaan daar. Of komt hij hierheen? Nee, hij probeert mij een beetje uit te dagen. Laat dan mooi. Ik ga vervolgens hier even iemand proberen te killen. Ja, daar is iemand. Die is ook bijna dood. Ja, kom op. Oh, shit. Net niet. Hij zit hier. Ja, nice. Oké, gekilled. Lekker hoor. En dan gaan we nu even deze hier kapot maken. Ik zag hier weer een edelsteen. Deze kunnen we ook. Hebben we weer eentje. Het gaat wel echt lekker op deze manier. We gaan nu wel eventjes hier weg. We gaan nu even die kerel proberen te killen. Kijk dan. Oh, dat is zo fout. Als je van dichtbij bent, ben je zo sterk. Helemaal als je wat edelstenen hebt. Check dat hoe ziek overbouwd ik ben. Kijk, op deze manier werkt het gewoon met die Bull. Ik zag net iemand hier in de bosjes. Waar is die heen? Ja, dat is natuurlijk het probleem. Je hebt geen idee waar die heen is. En dan kan je in één keer iemand tegenkomen en dan kan je echt volop gaan schieten. We gaan eventjes hier kijken. Ja, hier is iemand. Oh, weet je wat? Laat maar, laat maar. Die kerel is ook super sterk van dichtbij. Hij zit daar in de bosjes. Kom op. Oh ja, dat was wel een mooi surprise attack. Oké, we gaan die kerel proberen te killen. Baf, baf. Hoppatee. Kijk, dat werkt zo goed, jongen. Daar is nog iemand. Oké, ik ga nu wel eventjes hier schuilen achter. En dan gaan we die kerel proberen te killen. Bats, bats, bats. Waar is die? Even hier. Hits. Oh shit. Ik wou uitkijken dat ik daar niet in de bosje kom. Jongen, ga mij niet attacken. Hoppatee. Kill erbij. Showdown. Ik ga eventjes schuilen hier. Eventjes schuilen. Want ik heb natuurlijk niet heel veel AP. En dit moet ik wel winnen. Want volgens mij heeft die kerel veel minder edelstenen. Ik denk dat hij hier ergens schuilt. Nee, daar zit hij niet. Waar zit hij, joh? Oh, hier is hij. Oh, shit, 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 shit. Ah, what the fuck? Hij heeft... Oh, shit, dat deed hij goed. Hij had toch meer edelstenen dan dat ik dacht. Hij was ook best sterk. Maar op deze manier werkt het dus. Super overpowered kaart. Nu helaas tweede geworden in plaats van eerste. Maar ja, kan natuurlijk gebeuren. We zijn nu in ieder geval wel een rank omhoog. En natuurlijk wat punten erbij. Dus als chill, dan kunnen we zo meteen weer een kist openen. Maar de Bull in deze game mode is echt super chill. Maar dan kunnen we nu even kisten openen. En dan kunnen we naar mijn nummertje 2 gaan. Even kijken of we hier nog wat leuks uit krijgen. Penny, dat vind ik een chillen. Dit is ook wel prima. Maar dan gaan we nu naar nummertje 2. En dat is deze. Barley. Vind ik een hele chille kaart, maar voor Showdown is hij eigenlijk weer helemaal niet goed. Want het is een kaart die je voor afstand moet gebruiken met teammatches en zo. Dus 3 tegen 3, bijvoorbeeld voor edelstenen graai is hij goed. Voor premie gaat ermee door, is wel redelijk. Voor robotrommel zou ik hem niet gebruiken. Maar we gaan nu edelstenen graai met deze spelen. Showdown is echt een no-go met deze kaart. Daar is hij gewoon niet sterk genoeg voor. In het begin deed ik het nog wel met Showdown.
Maar ja, dan moet je tegen allemaal noobs en dat kan er nog wel. Maar als je helemaal wat hoger zit qua trofeeën, ga je daar echt niet mee winnen. Maar we gaan even edelstenen graaien spelen met deze kaart. En dan laat ik even hopelijk aan jullie zien waarom deze ook zo chill is. En hopelijk kunnen we dan nu weer eventjes gaan winnen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Nou, hopelijk kunnen we nu dan weer even winnen. Ik zag dat een van mijn tegenstanders team dezelfde knokker heeft als die ik heb. Het is ja, wel een gewilde knokker. Ik zal hier even hits doen. Dat was een mooie hit. Ja, nog een mooie hit. Die kerel is al bijna meteen dood. Dus dat is chill. Come on. Ja, daar heb ik een kill. Even hier kijken. Daar zitten ze. Even kijken of we die nog kunnen killen. Dat zou mooi zijn. Ik kan meteen een special attack doen. Special attack daar. Come on. Die kerel hitten. Ja, dat was ook mooi. Nog een keer hitten. Die kerel moet dood, jongen. Oh shit, nu ben ik zelf dood. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat de teamgenoot hem kon doodmaken. Kijk, je bent een soort van... Met deze knokken ben je een soort van assistent. Je moet niet zelf vol op het duel aangaan. Je moet meer van afstand je teamgenoten helpen, zeg maar. Ja, daar heb ik mooi wat hits kunnen doen. Oh, ik moet hier trouwens even helpen. Ik zal hier even een special attack doen. Kom op. Oh shit, die was totaal mis. Fuck, die kill heeft echt superveel nu. Die heeft echt vet veel van ons afgepakt. Oh, hij is wel bijna dood. Ja, hij is dood. En die kerel... Ja, oh, ik had er bijna geen... Come on, wij kunnen nu aftellen. Oh, die kerel gaat achter me aan. Dat is een beetje irritant. Help me eventjes. Die kerel... Ja, oké, die is dood. We hadden er heel eventjes 10, maar nu hebben hun er weer vet veel. Kan... Oh, shit. Die kerel gaat daar. Ik zal hier even special attack doen. Come on. Attack, attack, attack. Let's go. Die kerel moet dood. Ik ga hier even van afstand aanvallen. Come on. Ja, als die kerel doodgaat, dan zouden we dit misschien nog kunnen winnen. Oh shit, nu ben ik zelf dood. Ze hebben er nu 9, ze hebben er nu 10. Oké, dus moeten we nu volop in de aanval. Want anders gaat het sowieso niet meer lukken. Let's go. Come on, die kerel die moet dood. Die kerel moet dood, die kerel moet dood. Come on, come on. Oh, we hebben het eentje gekild. Nee, eentje van ons is gekild. Dus dat is fucked up. Ja, dit gaan we niet meer winnen. Helaas, dikke pindakaas. Ja, maar weten jullie zagen wel hoe het een beetje werkt. Mijn tegenstanders team had ook zo eentje en dat werkt goed. Hij heeft ook ziek veel trofeeën trouwens met die hetzelfde poppetje die ik heb. Hetzelfde knokken moet ik zeggen. Maar in ieder geval op deze manier werkt het. Je bent een soort van assistent. Je moet wel spelen met wat sterkere knokkers, want anders ga je het sowieso niet winnen. Maar het speelt in ieder geval chill. En dan kunnen we nu in ieder geval weer even een kistje openen. Daarom staat deze gewoon op nummer 2. Maar op nummertje 1 heb ik de allerchillste die ik persoonlijk heel chill vind. Dat is namelijk Penny. Als je een beetje mijn video's kijkt, dan wist je dat al. Is ook een kaart, ja, voor showdown gaat het in minor. Is redelijk voor showdown niet heel geweldig. Voor duo showdown is het op zich wel redelijk. Want als je 1 versus 1 speelt, dan heb je af en toe duels 1 tegen 1. En dan ben je sowieso gefunkt. Met duo dan heb je nog 2. Want wat deze doet, deze schiet 1 kogel. En op het moment dat je iets raakt, split die kogel uit 1. Dus als je 2 popjes hebt en die lopen achter elkaar... Hit je die achterste superveel en die voorste niet zoveel. Dus 1 versus 1 is hij niet zo goed. Tegen meerdere tegenstanders is hij supergoed. Dus showdown duo's is hij op zich wel goed. Hij is edelstenen graai, is hij supergoed. Eigenlijk elke goeie game mode kan je deze wel gebruiken. En daarom vind ik hem ook super chill. Maar we gaan even edelstenen graai met deze spelen. En dan hoop ik dat ik nu wel eventjes kan winnen. Met de vorige lukt het helaas natuurlijk nog niet. Maar je kan natuurlijk, ja, het maakt niet uit hoe goed je tegenstanders zijn. Maar ja, het is natuurlijk ook altijd een beetje kijken hoe goed je tegenstanders zijn. Oeh, nu ben ik trouwens wel meteen dood. Maar ik had ook 1 kill gemaakt. Dan gaat het een beetje op en neer. We staan nu wel voor, dus dat is wel chill. En ik vind vooral de special attack van deze super chill. Kom op, oeh, die ging lekker. Ik zal het daar even in doen. Oeh, nu ben ik trouwens, ik moet wel uitkijken. Ik moet iets meer uitkijken, want ze doen echt veel damage. Daar heb ik een mooie hit kunnen doen. Ik zie trouwens dat hier 2 van die edelstenen liggen. Dus gaan we die even kijken of we die kunnen pakken. Oh, dat was misschien net te veel risico. Mijn teamgenoot heeft er volgens mij wel wat van kunnen pakken. Ik wil mijn special attack even doen, want die is echt ziek overpowered. Zit daar iemand in de bosjes? Nee, ik zal die even kapot maken. Come on. Oh, daar is trouwens iemand. Moet even uitkijken. Zal je even edelstenen, want die heeft hij al. Come on, let's go. Ja, oké. Okay. Ik kan die hier hitten. Ja, daar. Ja, die is bijna dood. Volgens mij had ik hem uiteindelijk niet eens gehit. Ik zal mijn special attack even hier neerzetten. Die is ook super overpowered. Die gooit van die bommen. En dan ben je echt zo sterk, jongen. Dan ben je echt zo sterk. Maar check hoeveel sterker we zijn dan ons tegenstanders team. Dat is natuurlijk ook een beetje welke teamgenoten je hebt. Dit is echt niet normaal. Ja, we kunnen nu al aftellen. Dat is echt niet normaal. En we blijven maar domineren. Dat is echt heel ziek. Ik kan even daar hits doen. Come on. Ja, weer een hit kill.
Had ik niet... Ja, ik had gewoon met één schot 2 kills. Kijk, dat is zo overpowered hierna. Ik zal die keer even proberen te killen. Maar die is al dood. Ja, dit was echt easy. Echt heel easy. Maar joh, wat een team hadden wij, jongen. Ik ben geen sterspeler geworden, maar we hebben wel gewonnen. Dat is natuurlijk altijd, joh. Krijgen we ook weer een sterfbonus erbij. Of sterftoken. Dat is echt heel baas. Willen ze nog een keer spelen? Nee, eentje die stopt er al mee. Nou, je moet dan eigenlijk wel met z'n drie opnieuw doorspelen. Maar daarom vind ik deze chill. Want vooral die special attack vind ik chill. Want dan heb je een soort van dingetje die dropt en dan schiet die bommen uit. Dat is gewoon chill, want die blijft er gewoon net zo lang staan totdat de tegenstanders neerhalen. En als je het een beetje beschut neerzet, duurt het meestal heel lang voordat ze hem neerhalen. En tegen de tijd dat hij kapot is, kan je zo weer een nieuwe neerzetten. Plus, ik vind het gewoon super chill als je een schot loost, dat je gewoon één iemand raakt, maar daarachter gewoon nog vet veel meer kan raken. Waardoor je heel vaak gewoon double kills kan maken, zoals ik net ook eentje had. Daarom vind ik deze zo super chill en staat hij gewoon op nummertje 1. En voorlopig blijft hij daar ook staan, want er is geen één andere knokker die ik op dit moment net zo chill vind als Penny. Maar ja, we gaan vroeg of laat natuurlijk meer knokkers krijgen. En misschien dat er dan weer een nieuwe gaat komen die ik dan weer veel chiller vind. Maar dan was dit in ieder geval voor deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Zo ja, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, doe dat dan natuurlijk even. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!